De overheid zal in december de 25% loonsverhoging met terugwerkende kracht, TWK, uitbetalen. Het gaat in deze om de eerste tranche van de TWK-uitbetaling die minister Gilmour Hoefdraad van het ministerie van Financiën vorige maand heeft aangekondigd. De minister heeft toen aangegeven dat de regering er alles aan doet om voor het einde van het jaar tenminste een deel uit te betalen. Dit meldt het ministerie via het NII in een persbericht. De ambtenaren krijgen TWK uitbetaald over de maanden mei, juni, juli en augustus 2018. Het volledige termijn van de TWK-uitkering voor de ambtenaren loopt van januari 2017 tot en met augustus 2018. De regering heeft voor een gefaseerde uitbetaling gekozen omdat een te snelle inhaling van achterstallige looncorrectie ongebreidelde consumptie en inflatie zal aanwakkeren. Ook zou het dan enorm teren op de overheidsfinanciën. De onderwijzers zullen als gevolg van de nieuwe salarisreeksen de TWK-tegoeden volledig ontvangen in december. Het personeel van de Anton de Kom Universiteit krijgt 2 maanden salariscorrectie uitbetaald. De gepensioneerde ambtenaren zullen op basis van afspraken gemaakt met de president eveneens TWK ontvangen.